Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe Let's Play! Vandaag heb ik een everlasting bloedneus. Maar daar kunnen we ook niks aan doen. Super tof, ik heb weer eens lekker veel rare dingen aan mijn hoofd. Maar dat maakt de video er niet minder leuk op. Hoop ik. Wat we vandaag gaan doen is eindelijk de kunkerscopa. Ik heb er heel lang op gewacht en op deze dag besluit mijn hoofd allemaal gekke vlekken te gaan maken. Dus super tof. Spaar ze nu allemaal. Dat lijkt me wel grappig. Eigenlijk niet. En wat ik ook nog heb laten zien heb is de Yorbok zielen die ik de afgelopen tijd heb verzameld. Want ik ben een beetje bezig geweest en ik heb er nu 276. Dus we kunnen een hond halen. Dus die gaan we ook halen. En zondag gaan jullie zien hoe ik de kat haal. En ga ik even een betere uitleg doen over al deze poorten en zo. Maar ik denk dat jullie het onderhand ook wel snappen. Want het is niet heel moeilijk, gelukkig, vergeleken met de pompoenen. En ja, en dan ga ik alles indruiden voor XP. En dat lijkt me zo grappig. Want ik heb nog een Halloween paard om te trainen. Die ik eigenlijk geen zin heb om te trainen. Dus dat komt helemaal goed uit. Want ik heb berekend dat je er 268 nodig hebt. Wil je een paard van level 1 naar level 15 trainen? Dus dat gaan we zeker doen. Ik ga geen nieuwe paarden kopen trouwens. Ja, ik kan zeggen, ik ga nieuwe paarden kopen daarna. Maar ik heb de tinkers natuurlijk. En die ga ik dus wel trainen. Daar gaat een ziel. En er zijn dus drie tinkers uit. Dat zijn dus de... Ik noem hem Mama Duke omdat ik zeg maar iemand volg op Insta waar het paard dus van is. Dat is de bruinbonte. Die is ook heel leuk. Maar ik denk dat ik er maar twee neem dit keer. En dat is oh, die sowieso. Hallo daar. Ja, jij ziet er heel anders uit dan mijn slijgpaard. Dat is nu omdat ik je eindelijk van alle kanten kan bekijken. Maar dat maakt niet uit. Verder lijken ze heel erg op elkaar. Ik heb de namen van Instagram afgenomen. En hier heb ik dus een boek met namen. Je ziet heel veel namen, maar mijn handschrift is echt super slecht. Dus, excuse me. En ik heb hier al wat namen voor eigenlijk de onder die ik wil hebben. Maar dat maakt het niet minder leuk op. Sowieso, even kijken. Heb ik al die namen voor het andere paard. Maar ik wil dus een heel leuk paardennaam voor deze. En ik denk dat als het kan. Go, 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 go. Ik ben voor beide. Oh. Ocean. En dan bij de E. Ocean Eye. E. Ocean Eye. Want hij heeft één blauw oog. Dus dat is wel cool. En die andere heb ik ook een superleuke naam voor. Maar dan moeten we naar Veeldeel. Dus laten we dan naar Veeldeel gaan. En er is dus ook tromgeroffel. Je kan dus de maanstijlen, of eigenlijk de baardstijlen aanpassen. Dat is heel apart. En dat gaan we dus zeker uittesten. Maar eerst gaan we dus even onze andere kopen. En die is in dorp Veeldeel. Ik ben meer zeg maar van het zwarte gevlekte en de grijze. Dan van de bruinbonte. Al vind ik bruinbont in het echt ook veel leuker. Maar goed. Ik weet niet waarom ik dat heb. Maar maakt niet uit. We gaan uiteindelijk wel door. Die Yorbok dingen echt. Ik heb een beetje trauma's eraan. Omdat ik er nu bijna, omdat ik er bijna 300 heb. Oeps. Maar we gaan zeker even de hond ook halen. Ik rij zo erg voorbij die stal. Waar, dat is ongekend. En dan hebben we één Noordzweet die aan de kant is gejiet. En hier hebben we dan Mama Duke. Ik vind haar wel cute. Ik vind haar heel cute. Maar we hebben er dan al twee. En dan komen er nog andere uit die ik ook heel leuk vind. Dus die bewaren we of voor een andere keer of niet.
Sowieso wil ik deze, want ik vind deze zo ontzettend gaaf. En voor hem heb ik dus ook al een naam. Hey, ik zie iemand. Wie ben jij? Dat is mijn Siri. Maar ik kan het niet goed zien. Maakt niet uit. Oké. Winter is de eerste naam. Winter. En dan wil ik eigenlijk King hebben. Het is eigenlijk een soort mix, want iedereen zei dat ik eentje Winter moest noemen. Maar met een heleboel verschillende namen. Maar eigenlijk wil ik dus King noemen. Winter King, hoppakee. Gekauft. Mia is gekocht. Het is eigendom. Properties from Scarlet Valley. Ja. Waar is Siri? Neem je op. Praten, ja. Let's go. Ik vind het altijd even makkelijk om zo te antwoorden. We gaan nu even. Oh ja, we hebben dus nog de hond. Die ga ik eventjes pakken. Want ja, dat is leuk. Ja, leuk dat je nu laat zien waar de andere is. Maar dat maakt niet heel veel uit voor mij. Hond, hond, hond. En dan gaan we zondag de rest inleveren. Tadaa, hond. Nu heb ik er alsnog 260. Dus na vandaag kan ik al die paarden dus uittrainen. Nou ja, één paard. Dus dat zien jullie zondag. Het lijkt me echt super lachen trouwens. Maar ja, dat zien we dus dan. We gaan eventjes de tinkers aanschouwen. Want ik ben heel benieuwd. Wat ook irritant is aan die sneeuwding, is dat zeg maar dat sneeuw blijft hangen. En dan is de hele ja, ding foggy en alles. En dat vind ik naar. Oh ja, en mensen vinden het leuk om mijn trainproces te zien. Dus dat kan ik ook even laten zien. Ik weet niet waarom ik het tuig bij hem afdoe, maar. Oh, en ik snap ook niet waar ik me hier neerzet. Maar dat maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het is allemaal part of the plan. Oké, want we hebben hier allemaal paarden die al getraind zijn. Dus zet ik even achteraan neer. Want anders dan heb ik niet echt meer overzicht. Oké, paarden. Die nog getraind moeten worden. Cookie Monster. Level 10. Ho. Space Moon. Maar die gaan we dus zondag helemaal uittrainen. Met alleen maar Yorbox hielen. Dat lijkt me echt super grappig. Misschien Cookie Monster ook een beetje. Want dan kan ik meteen beginnen aan deze twee. En ik denk dat ik dan zondag ook de andere level 14 paardjes even helemaal ga afronden. Ik weet niet of jullie het nog boeien om alles level 15 te zien trainen. Maar let me know in de comments. Dat zijn deze twee Curly's. De oude Fries. Is ook al level 15. En dan hebben we Starlord. Ho. Starlord, Starlord, Starlord. Die is ook level 14. Dus 15. Als we die dan uittrainen, hebben we gewoon een perfecte lijn. Oh ja, en we hebben nog Fancy Heart. Die heb ik binnen een week level 15 gekregen. Boeia! Ja. Ik ging heel hard met trainen. En ik heb eigenlijk niet mijn lijst gevolgd. Eigenlijk zo is Cookie Monster. Is er eerst Space Moon. Level 15 zijn dan Cookie Monster. Maar toen kreeg ik een beetje van. Ja, nee. En toen, ja. Toen gebeurde dit. Maar nu gaan we gaan met Tinkers trainen. Okay. Ik ga gewoon een standaard zwart setje aandoen. Oh ja. Geen peesbeschermers. Oh, wat is hier mooi. Ja, ik ben verliefd. Ik ben echt in love. Met deze. Met het model. Ik ben echt gek op Tinkers. Ik vind ze echt fantastisch. Zelfs zou ik er nooit echt één nemen. Nou ja. Maybe ooit, maar dan is het zo van. Ja. Oh my god, dat is hier leuk. Oké, ik ga even naar een plek waar geen mist is. Dus, ik ga even naar Zuiderhoef, denk ik. Want dan kan ik even zonder al dat sneeuw gebeuren even kijken. Smart. Smart thinking. Ik krijg een stuk om mijn neusgeval. Ik weet ook niet waar het vandaan komt, hoe het er komt. Ja.
Ik heb mezelf volgens mij helemaal opengehaald een keer. Ik ging krabben ergens aan het doen. Dat was het zo van met mijn nagel door mijn vel heen. Super lachen. Oké, genoeg daarover. Ik vind hem echt fantastisch rennen. Echt. Oh. En de muziek van Zuidroek maakt echt alles beter. We gaan even wat zachter rennen. Om even de gang te zien. Ik vind dat de manen gelukkig lekker meeweven. En ja, alleen die overgang naar galop is wel heel erg groot. Echt van... Gooi, gooi naar... If you know what I mean. En hij heeft echt... Ja. Stap. En hij zei ook ja, dat hij een soort... deze animatie heeft hij en een soort dansanimatie. Ik weet niet of hij dat doet als je erop zit. Hij heeft wel echt heel veel animaties, toch? Oh, dat aaien vind ik natuurlijk fantastisch van de Curly. Oh, die vind ik ook leuk. Oh my god. Ga je dansen of moet ik dan afstappen? Nou. Grazen. Nou, leuk. Fantastisch. Flawless main shuffle. Ja, dat kan je heel mooi. Of ik moet zeg maar naar het kerstdorf, zodat hij gaat meedansen met muziek of zo. Want ja, ik weet dat hij wel in de homestable kan doen. Maar we gaan hem even leiden. Oh, leiden werkt niet. Super chill. Ik weet niet of andere mensen het last van hebben, maar dat leiden niet meer werkt. Ja. Dans. Dans. Nou, ik vind hem in ieder geval super cute. Eigenlijk wil ik hem ook in het helemaal zwart. Met alleen een bles. En dan noem ik hem Angus. Oh my god. Hij is zo mooi. En vooral in het licht. Ja. Maar het is helaas donker. Want ik was gewoon heel laat thuis. Want ik had vandaag lekker een BIOS marathon. Hebben we hier ook een paardenkapper? Oh, we hebben nog een sprong. Hij springt echt heel goofy. Nee, volgens mij hebben we hier niet een paardenkapper. Misschien hier. Wel, Shinkotiek. Oh, jij hebt de andere. En dan gaan we stoppen. Wow. Dat was een hele heftige slidingstop. Echt met zijn achterbeen. Die moet ik even verwerken hoor. Hij sleept hier met zijn poot zo over de grond heen. Echt heel erg trouwens. Wow. Alsof hij gaat zitten. Ik ga stuk. Mijn taker kan zitten. Oh my god, jongens. We hebben nog een stijger. En dat is heel hoog, zo ja. Een soort hondje. Ik vind het wel heel cute hoor. Ik vind wel dat ze wat uniekere stijger en zo doen. Dus dat is wel best mooi. We gaan even kijken naar de manenstijlen, want daar zijn we voor gekomen. En dan ga ik straks bij... wow, heel veel trouwens. Okay, dit is volgens mij alleen een baardje, dit is... Nee, oh, dus daarom is het dus zo omhoog gegaan. Oké. Okay. Die vind ik ook wel heel schattig hoor. En kort. Maar ik wil zeg maar dit. Maar ik weet niet of ik het per se bij hem wil. Bij Ocean Eye. Ik vind het ook wel heel schattig hoe kort. Maar ik denk dat ik sowieso Winter King wel ga doen. En Ocean Eye geen baard geef. Oké, dus gaan we Ocean Eye even terug in stal zetten. En dan gaan we eventjes met Winter King op pad. Even kijken hoe, ja, dit is qua houding geen verschil, maar qua uiterlijk wel verschil. Hoefijzertjes uit. Oh nee, lek, het is niet goed, jongens. Weten we dan wat dat betekent? Nou, er komt dus een netwerkfout aan, denk ik. Het zal me niet verbazen. Daarom gaan we nog even snel met de Hawkings bekijken. Ik vind Hawkings, Winter King. Ik wil nog wel een paar die Hawkings heet trouwens.
vind die draf zo leuk, hè? En we gaan even naar buiten. Als we naar buiten komen, kijken naar de maanstijlen voordat we netwerkfout krijgen. Of we hebben gewoon een hele lange lag, dat kan ook natuurlijk. Dat komt ook heel vaak voor. Maar we gaan Winter King even bekijken met het baardje. Wat niet kan door de lag. Tuurlijk. Super. SSO. You have done it again. Ja! I was right. Am I always right? Oké. Okay. Tuurlijk gaat hij crashen. Het is SSO. Doet niks anders. Natuurlijk. Gaan we weer een half uur te wachten. 6.5 hours later. SSO. Go, go, go. 1 eternity later. Ik heb trouwens echt een prachtige shirt hier onderaan. Het is gewoon te koud. Het is soms te warm en soms te koud. En dan weer warm en dan weer koud. Oh, klimaatveranderingen. Hey, we kunnen online. Echt, nog 6 pogingen. Maar, maakt niet uit, want we waren... Ja, tuurlijk, ik zit weer op Ocean Eye, want alles is weer logisch. Ik ga proberen bij Ocean de tuiger af te halen. Oh, dat is fotomodus, dat is niet helemaal de bedoeling. Kijk eens, nu kunnen we iets. Ocean, die gaat in de gang staan, want ja... Ik ben natuurlijk weer te incapabel om even een stal in te lopen. Kijk, wat? Jawel, hier heeft hij een hele lichte vlek. Hier heeft hij mijn vlekjes. Super cute. Oké, we gaan even een tasje pakken. Want ik heb nooit tasjes. Ik pak de rainbow tas. Ja, leuk als ik alleen een zadel. God, non de jus. Ik vind gewoon dat die tasjes vind ik veel te lelijk. Kijk. Puppy. Super cute dit. Ik vind die puppy echt fantastisch. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier de kapper. En de baard. Ik wil de baard. Winter King heeft een baard. Super cute. Adorable. En hierbij sluit ik ook de Let's Play af. Hopelijk vinden jullie tinkers net zo leuk als dat ik ze vind. Laat zeker achter in de comments hoe jouw tinker heet. En of je een tinker hebt of nog een tinker neemt. En ik heb nog geen idee welke ik van de volgende wil. Maar sowieso neem ik er nog wel eentje van de volgende. En nu ga ik ze maar lekker trainen. Ik zie jullie bij de zondag Let's Play. Houdoe! Niet vergeten te liken en te abonneren, hè.